Nou, hallo. Goedemorgen allemaal op deze tweede dag van de Boeren Natuurweek met een webinar over de ANLB-beheerpakketten. Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Willemien Geertsema. Ik werk bij Boeren Natuur en de afgelopen weken heb ik heel hard gewerkt met een heleboel mensen, eigenlijk afgelopen maanden, aan het updaten, aanpassen van de ANLB-beheerpakketten. Die vanaf 2023 een mooie voortzetting van het huidige ANLB moeten regelen. Ik ben hier met Lisa. Ja, goedemorgen allemaal. Ik ben een collega van Willemien. Ik heb niet meegeholpen met de beheerpakketten, maar ik help vandaag wel bij deze workshop. En dat ga ik doen door de vragen in de chat in de gaten te houden. Ik heb hier ook mijn laptop staan, dus jullie mogen allemaal vragen stellen. En aan het eind van elk blokje ga ik die aan Willemien voorleggen. En dan hopen we dat we al jullie vragen kunnen beantwoorden over de beheerpakketten. Oké, nou wat gaan we doen nu? Hier een korte inhoud van deze workshop, dit webinar. Allereerst even iets over het proces en het waarom we bezig zijn geweest met het doorontwikkelen van de beheerpakketten. En daarna loop ik de verschillende leefgebieden en ook de categorie klimaat en water door. En na ieder blokje, dus na klimaat, ook na het proces en het uitleggen hoe en waarom, is er gelegenheid om, gaan we even plenair een aantal vragen uit de chat bespreken. En dat doen we ook naar water en klimaat, naar dooradering, naar open akker en naar open gras. En we hebben halverwege een pauze. Ja, Willemien, het eerste onderwerp op onze agenda is het hoe en waarom van de ontwikkeling van de beheerpakketten. En ik begreep dat het dit keer iets anders is gegaan dan normaal. Kan je daar ons iets over vertellen? Hoe heb je dat aangepakt? Ja, ik zal zo iets over het proces vertellen. Eerst nog even over de waarom we het eigenlijk hebben waarom we bezig zijn geweest met het doorontwikkelen. En de reden daarvoor is dat we vanaf 2023 te maken hebben met een nieuw GLB-beleid. En ook dat heel veel ANLB-beheercontracten met deelnemers aflopen aan het eind van dit jaar. Eigenlijk zitten we al in een transitiejaar. Hè? Eigenlijk liepen ze vorig jaar al af. We hebben nog een jaartje eraan geplakt. En wat we willen doen is dat we vooral de kwaliteit van het beheer willen versterken. We willen meer doelgericht bezig zijn. Maar tegelijkertijd willen we ook dat het nog beter gaat passen bij de praktijk, zodat het voor boeren ook aantrekkelijk is om mee te doen. Gekoppeld aan dat nieuwe beleid is een nieuwe koppeltabel. De koppeltabel is in feite een belangrijke overzicht van activiteiten in het ANLB, maar nu ook voor de ecoregeling, voor maatregelen die boeren kunnen nemen en die subsidiabel zijn. Dus dat zijn echt een beetje de bouwstenen waar we mee kunnen werken. Een andere reden om naar de beheerpakketten te kijken is dat er een nieuw doel voor het ANLB is, klimaat. En een aantal dingen blijven ook hetzelfde. Ik heb gezegd, opgeschreven, de kaders blijven hetzelfde. Het ANLB blijft onderdeel van de tweede pijler van het GLB. Het wordt uitgevoerd door collectieven. Het zijn vrijwillige maatregelen van boeren. De doelen zijn vooral de vogel- en habitatrichtlijn soorten en de categorie water. Dat is ook wat hetzelfde blijft qua doelstelling. Nou, de activiteiten uit de koppeltabel zijn subsidiabel. Het hele stelsel moet wat ze dan noemen controleerbaar en verifieerbaar zijn. Dus dat zijn zeg maar de administratieve controles door RVO. En de veldcontroles door de NVWA, al is er nog wel discussie over hoe dan precies. En de tarieven, de vergoedingen, zijn op basis van gederfde opbrengst en extra arbeid. Dus de extra kosten die boeren maken. En dan, je vroeg naar het proces. Vooral naar het waarom. Ja, nu komt eindelijk het antwoord. Ja. Hoe we het hebben aangepakt is dat we eind vorig jaar in het najaar een viertal bijeenkomsten hebben gehad met heel veel collectieven over gewenste wijzigingen, voorgestelde wijzigingen per leefgebied. En de afgelopen maanden hebben we een flink aantal sessies gehad, ook weer per leefgebied, maar ook voor water en klimaat, met experts over hoe zij aankijken tegen het ANLB. Ja, er zit ook een hoop kennis vanuit onderzoek, vanuit begeleiding, vanuit waterschappen hebben we gesproken. En we hebben ook nog een sessie met collectieven gehad. Een mooie, inspirerende sessie over wat collectieven denken aan klimaat te kunnen doen. We geven nu een tussenstand. Dus het is nog niet het eindoverzicht, want er moet toch wel wat werk aan gedaan worden. Het is gewoon echt een grote klus.
Waar we ook nog naar moeten kijken is die controleerbaarheid en de tarieven moeten nog definitief worden. En ondertussen doen we wel een hoop aan communicatie en terugkoppelingen ook richting collectieven, zodat jullie ook zo snel mogelijk letterlijk de boer weer op kunnen met dit setje pakketten. Wat ook nog moet gebeuren is een formele goedkeuring. Dat was altijd al zo en dat blijft. Zodat we ook echt zeker weten dat we netjes binnen de lijntjes van het Europese beleid kleuren, zal ik maar zeggen. En wat ook nog een belangrijke stap is die afstemming met de ecoregeling. Daar zal ik zo ook nog iets over zeggen. Ja, en Willemien, je zei inderdaad, we geven nu een tussenstand. En je hebt hiervoor een heel proces doorlopen met collectieven en experts. Kan je iets vertellen over wat is opgevallen in die ophaalrondes? Ja. Ja, wat mij opviel is dat in de gesprekken met collectieven ging het over doelgerichtheid, maar ook heel erg over hoe het beheer nu beter inpast in de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld in de akkerbouwpakket is heel veel gesproken over de problematiek rondom onkruid in ANLB-beheerpakketten. Bij weidevogelbeheer heel veel op de wens om begrazing en beweiding meer toe te staan of te benutten binnen het weidevogelbeheer. Terwijl bij de dooradering viel mij op dat er gewoon heel veel vragen waren over de administratieve lasten van vooral rondom het melden van uitgevoerd beheer. En een beetje generiek, dat verschilt een beetje per wel waar je zit in Nederland en over welk beheer het gaat, is ook de wens dat de tarieven soms best wel, of de signalering dat tarieven soms laag zijn, of dat je eigenlijk zou willen belonen wanneer iemand iets extra goed doet. Dus dat een beetje het stelsel zelf, zal ik maar zeggen. En tegelijk ook wel van echt het zoeken naar van hoe kunnen we het beheer beter maken. Terwijl bij de experts merkte ik dat ze zijn misschien iets minder thuis in het stelsel, maar juist wel weer heel goed thuis in van waar doen we het voor, en soms ook best wel kritisch. En dat het beheer wat we kunnen belonen, dat het ook echt effectief is en dat het bewezen is. Nou, zo probeer je daartussen te laveren en van beide kanten het goede te behouden. Ik vind het zelf, voor mezelf vind ik wel toch echt het argument van is een maatregel effectief, wordt het echt beter voor de doelen waar we het voor doen, vind ik wel echt de belangrijkste basis eronder. Natuurlijk, het moet passen binnen de bedrijfsvoering, maar als we beheer uitvoeren wat niet effectief is, zeg maar, waar grote twijfels bij zijn, dan schieten we onszelf uiteindelijk in de voeten. Dus dat moeten we ook niet doen. Ja. Oké, dank je voor je antwoord. Dan gaan we naar het onderwerp tarieven. Ja, ik ga even iets over de tarieven zeggen, want ook al zijn die nog niet definitief, we zien wel een aantal ontwikkelingen. En ik wil er toch even iets over uitleggen. Dus even schrap zetten voor een paar dia's met alleen tekst. En voor een deel is het misschien bekende kost, voor anderen misschien niet. De tarieven in het ANLB zijn dus gebaseerd op opbrengstverlies voor pakketten die op bouwland of op grasland liggen. En de extra arbeid. En het moet bovenwettelijk zijn. Dus dingen die al vanuit de wet verplicht zijn. Straks natuurlijk ook dat 7e actieprogramma nitraat of andere wetgeving, natuurwetgeving. Wat daar al verplicht is, kan je niet ook nog een keer extra belonen. De systematiek op basis waarvan de tarieven bepaald worden, die volgt de zogenaamde catalogus groenblauwe diensten. Dat is een heel document die door bij 12 de provincies is opgesteld. En daarin wordt per type beheer wordt uitgelegd hoe het tarief is opgebouwd. En in het kort komt het erop neer dat voor grasland en bouwland, dat gaat op basis van een zogenaamde referentieopbrengst. Van wat kan een gewoon productief perceel opleveren. En voor grasland is dan de kilofem-prijs belangrijk. Dat is de prijs, een prijs voor krachtvoer aankoop in plaats van de opbrengst vanuit grasland. Nou, de melkveehouders weten precies waar dit over gaat. Voor bouwland gaat het over, wordt het vastgesteld op basis van het gewassaldo van verschillende van het bouwplan wat typisch voor de regio is, op basis van QIN, dat is dan allemaal normbedragen in voor akkerbouw. En wat dan het beheer doet aan die opbrengst, dat wordt vanuit verschillende modellen bepaald of ervaren, praktijkervaring. En het wordt getoetst en aangedragen door de landbouweconomen van
Wageningen UR. Nou, de extra arbeid, dat is een belangrijke post natuurlijk die de basis is onder landschapsbeheer. Maar er zit ook een mozaïektoeslag, is eigenlijk ook een basis van extra arbeid in open grasland. Soms hebben boeren extra kosten bij de uitvoering, bijvoorbeeld zaadmengsels in het akkerbeheer. Maar wat er dan weer afgaat, is dat pakketten waarin niet bemest mag worden, is dat er besparing op bijvoorbeeld kunstmest of het lozingenbesluit wordt daar weer afgetrokken. En er wordt altijd gerekend met de uitbetaling vanuit de provincies met 20% transactiekosten. Even op bouwland, van welke getallen hebben we het dan over? Voor bouwland wordt onderscheid gemaakt tussen bouwplannen op klei en op zand. En de maximale vergoeding die we nu die vastgesteld is ook in diezelfde koppeltabel, hè, waar ik het net over had. Die is bijna 2800 euro per hectare. En dan gaat ze dus altijd weer wat af, hè, want het blijft soms wel wat over. Of je hebt ook geen plussen en minnen. Maar dat is het maximale waar je altijd onder moet blijven. En het concept vanaf 2023, daar zie je dat die bedragen, en dit zijn dus echt voorlopige bedragen, dus dat boven niet definitief en nog in grijs. Maar daar zie je wel dat de saldo van die standaard bouwplannen wel een stuk hoger zijn geworden. Dus bijna 1000 euro erbij. Zowel voor zand als klei. En er zijn verschillende bedragen omdat je verschillende bouwplannen hebt op zand en klei. En uiteindelijk verwachten we dat er een nieuwe quin, dus met die nieuwe normbedragen, ja, over een maand waarschijnlijk uitkomt, zodat we ook echt de meest actuele bedragen kunnen gaan gebruiken. De bedragen die ik hier heb zijn exclusief de transactiekosten. Nou, voor grasland wordt gekeken van wat is ongeveer een gemiddelde opbrengst voor een goed grasland in kilofem per hectare. Nou, die fem die heeft een bepaalde waarde en die fluctueert nogal. Dus die wordt niet op één moment gepeild, maar dan volgt is een soort gemiddelde over een 2 jaren, geloof ik. Maar er wordt wel de meest actuele ook meegenomen, dus die komt ook binnenkort. Nou, momenteel is die maximale vergoeding die op deze manier berekend is ongeveer 2400 euro per hectare. En vanaf volgend jaar verwachten we dat die in ieder geval omhoog gaat. En hoeveel precies? Ik heb nu een voorlopig bedrag overgenomen uit de koppeltabel die als bijlage bij het NSP was verstuurd overgenomen. En dan zie je dat die dik 100 euro per hectare omhoog gaat. Dus je ziet wat dat voor grasland is, die berekening op basis van kilofem niet zo dynamisch. Dus veel stabieler. En dan nog iets over landschap. Nou, daar is dus vooral arbeid een hele belangrijke basis voor de tarieven. En we volgen daarbij een systematiek en overzicht van kosten voor het beheer van landschapselementen die ook voor de terreinbeherende organisaties is opgesteld. En anders dan voor de terreinbeheerders wordt binnen het ANLB wel 100% ervan vergoed. Het huidige tarief is dik 40 euro per uur en de verwachting is natuurlijk dat loonkosten zijn gestegen, dus die zal ook wat toenemen. Dat is voor de uitkering aan de collectieven, maar wat je ook ziet aan die kan ik niet zien. We hebben een kleine issue, want ik zie niet alle vragen, daar word ik net op geattendeerd. In de chat, omdat mensen niet naar everyone hebben geadresseerd. Als je een vraag typt, dan zie je daar net boven to staan. En dan moet je everyone hebben aangevinkt en niet host, want anders kan ik hem niet zien. De vragen gaan niet verloren, hè? Ze komen wel bij jou binnen. Ze komen sowieso binnen en ja, we zullen ze allemaal behandelen aan het eind. Maar okay. Ja, nu kan ik wel dingen zien. Dus als mensen dat even willen aanpassen en het dan opnieuw willen sturen, dan weet je zeker dat je vraag behandeld wordt. Okay. En er zegt al iemand, graag de dia's iets langer in beeld laten. Ook de dia's en alles komt online te staan. Ja. Dus je kan het ook nog altijd een keertje terugkijken. Ja, alles is herzienbaar. Ja. Opnieuw te bezien en te bekijken. Ja. Even kijken, landschap waren we mee bezig. Ja, dus dat die bovenste 5 bullets, als jullie ze zien, daar ga ik even vanuit nu. Dat geldt dus voor wat je meeberekent in het bepalen van je beheerkosten voor die landschapselementen. En wat je uitgekeerd krijgt als collectief.
Daarnaast zie je ook dat de positie van landschap binnen het hele NSP wel veranderd is. Wat namelijk voor deelnemers veranderd is dat landschapselementen op hun bedrijf, dus dat zijn dan landschapselementen die grenzen aan een agrarisch perceel, aan bouwland of grasland, dat die gaan meetellen in de hectare toeslagen. Dat was tot nu toe niet zo en dat gaat dus wel veranderen, zodat dat ook de verwachting is vanuit de overheid. En dat is ook wel in het verleden vanuit de praktijk aangedragen dat die landschapselementen, als ze meetellen in hectare toeslagen, dat stimuleert om ze in stand te houden. Dus dat geldt wel voor de toeslagen die je vanuit de conditionaliteit ontvangt als de ecoregeling. En verder wordt er gewerkt aan een vrijstelling voor de inkomstenbelasting op de beheervergoeding voor landschap binnen het ANWB. Dus dat is ook iets, is wel in gang gezet. Dat ligt geloof ik nu bij het ministerie van Financiën om te kijken of dat ook voor de hele belastingwetgeving en regels kan en zo. Maar we doen daar ook, als dat lukt is dat ook heel fijn. Dat maakt het ook weer aantrekkelijker voor deelnemers om mee te doen. Dan nog even kort iets over de doelgerichtheid van het ANLB en de tarieven. En wat we uiteindelijk gaan doen met het beheerpakket. Hè, van we hebben altijd een jaarlijks een overzicht van beheerpakketten met beheereisen en aanvullende voorschriften. En dat is het, zeg maar. En dat hebben we dus de afgelopen periode helemaal doorgesproken met allerlei mensen. En wat we, waar we nu mee bezig zijn, is eigenlijk die beschrijven van die beheerpakket veel meer vanuit de doelen. Van waar doe je het voor? Bij welke leefgebieden? Of zeker ook als je naar water, klimaat, leefgebieden kijkt, van waar is dat beheer op gericht? Dus een meer het verhaal erbij, zodat dat helderder is. Dat het niet zozeer gaat om de maatregelen, maar van waar doe je het voor? En wat we ook merkten in de discussies met allerlei mensen, is dat misschien dat het ook niet eens zozeer zit in de formele kant van beheerpakketten, van wat zijn nu precies de beheereisen die subsidiaal zijn, maar eigenlijk toch vooral in hoe leg je dat nu in het gebied neer? Hoe is de samenhang tussen verschillende maatregelen? Ook de uitvoering van dat van het beheer wat voorgeschreven is of wat geadviseerd is. We merkten dat eigenlijk daar vooral de verbetering op zit. En hier en daar ook wel op de inhoud van het pakket hoor en de formele voorschriften. Maar juist ook op hoe wordt het uitgevoerd en hoe wordt het gesitueerd in het landschap? Hoe is de combinatie? En eigenlijk zou je dat ook willen belonen vanuit het ANWB. Hè? Dat als je meer verschillend beheer doet, als er goede mozaïeken zijn, als er goede samenhang is, dat je daar een extra beloning voor krijgt. En daar loopt het ergens uit elkaar bij het ANLB. Omdat het echt voor een maatregel op die plek een vergoeding geeft. Heel erg gestuurd vanuit de maatregel. Zoals eigenlijk de controles. Hè, van is de maatregel goed uitgevoerd? En daar zijn we hele, daar loop je ergens tegenaan. Dat kunnen we nu ook niet veranderen. Het enige waar ik wel ruimte zie is dat we nog eens kijken van, kan je net als bij de mozaïektoeslag voor open grasland, waarbij ook de deelnemers, voor deelnemers zeg maar een extra vergoeding is als je meerdere vormen van beheer hebt vanuit het idee dat een boer dan meer bezig is met het goed samenstellen van het rantsoen voor het melkvee. Zo kan je ook voorstellen dat ook in open akker of als een boer veel dooradering op zijn bedrijf heeft, veel verschillende vormen van beheer, dat het ook meer tijd kost om dat beheer op elkaar af te stemmen. Dus we proberen daar nog wel iets meer lucht te krijgen. Ook in de tarieven die je kan gebruiken om juist het combineren van beheer te stimuleren. Ja. Oké, ik heb al heel wat vragen nu in de chat staan over dit onderwerp. Okay. Over hoe we dit hebben aangepakt en ook vragen over de tarieven. Maar voordat we daarheen gaan, heb ik nog even een andere vraag. Want iemand stelde hem ook al helemaal aan het begin. Mm-hmm. Kun je iets vertellen over hoe het gaat worden met de nieuwe eco-regeling die in het nieuwe GLB van start gaat? Zit daar overlap tussen? Hoe zien wij dat als boeren natuur? Wat verwachten we daarvan? Ja, daar zit zeker overlap in. Ik probeer wel deze sessie vooral over de beheerpakketten te laten gaan, maar je kan dat niet zien zonder de eco-regeling natuurlijk, omdat boeren hebben de keuze van ga ik aan de eco-regeling meedoen
En ook van A naar B, of kies ik voor de een, hoe gaat het om het bedrijf uitpakken? Dus er zit inderdaad overlap in maatregelen. En waar die overlap is en hoe dat precies uitpakt op het bedrijf, dat weten we nog niet precies. Maar je ziet wel dat in de ecoregeling natuurlijk maatregelen die... over de ecoregeling kunnen boeren kiezen uit een set maatregelen. En afhankelijk van wat ze kiezen, scoren ze een bepaald aantal punten op 5 doelen waar je in de ecoregeling aan moet werken. Biodiversiteit, landschap, water, bodem, klimaat. Dus dat is zeg maar wat qua punten het oplevert. En tegelijkertijd vertegenwoordigen die maatregelen ook een financiële waarde. Die moet ook boven een bepaald niveau uitkomen. Als het nu is dat die boer ook aan A naar B doet, dan wordt dat, wat dus misschien overlapt met een ecoregeling maatregel, of op datzelfde perceel aanwezig is, dan krijgt die boer wel de punten voor die maatregel die dus in beide terugkomt. Maar de waarde, dus de financiële vergoeding van dat beheer, loopt via het A naar B. Ja, dat betekent dus dat hij wel zijn punten haalt. Dus die telt zeg maar 2 keer, maar voor beide regelingen mee. Alleen de vergoeding loopt via het AMLB. Ja, want dat was ook een vraag van iemand. Zou je voor een eco-activiteit van het nieuwe GLB ook een AMLB-subsidie kunnen krijgen? Maar dat is eigenlijk jouw antwoord is dan... Het zijn twee verschillende dingen. Ja, het zijn twee dingen. Maar de ecoregeling is over het algemeen wat lichter. Bijvoorbeeld de veelbesproken bufferstroken al. Die straks... Nee, dat is geen goed voorbeeld, want dat is een wettelijke verplichting. Even kijken, had ik voorbeelden van mezelf opgeschreven? Nee, heb ik niet gedaan. Dus ik moet het even uit mijn hoofd doen. Nou, bijvoorbeeld in graslandbeheer is straks een ecoregeling blijvend grasland. Daar staat een bepaalde vergoeding voor. Nee, zo niet het. Lastige vragen, ja. Ja, maar we proberen wel dat onderscheid te maken. Zeg maar, de lichte maatregelen zitten in de ecoregelingen. Wij maken niet de ecoregelingen. We denken wel mee, maar uiteindelijk bepaalt de overheid de ecoregeling. Wat wel zo is dat we, ik denk vanaf half maart of misschien vanaf nu ongeveer, gaat de nieuwe praktijktoets lopen. En daar wordt ook gekeken van, oké, als je op dit perceel kiest voor ecoregeling, maar je hebt daar ook A en B op liggen, hoe zit dan die vergoeding precies? Wat valt onder ecoregeling, wat onder A en B? Dus we proberen, we zijn daar partner in weer, als Boeren Natuur in dat project. En daarin... proberen we juist ook te kijken van oké, A of B is niet iets van ja of nee. Dus even kijken van welk pakket ligt er dan op dat perceel en waar zit de overlap. Oké, we moeten heel erg door, want ik heb ook nog een hele aantal vragen over de tarieven. Dus laat me even kijken waar ik zal mee gaan beginnen. Een vraag van Ineke heen. Worden tarieven jaarlijks vastgesteld / geïndexeerd? Formeel zou dat kunnen, maar dat hangt echt af van wat de provincies willen of niet daarin mee willen gaan. Want dat betekent ook dat zij dus jaarlijks hun vergoedingen omhoog moeten brengen. Dus eerlijk gezegd, als ik eerlijk ben, dan... ik weet niet hoe provincies daarmee omgaan. Tot nu toe zie ik dat niet terug in hun beleid. Ja, dus ongeveer dezelfde vraag van Albert van der Ploeg. Worden ANLB-tarieven... voor de komende periode variabel afhankelijk van de arbeidskosten en de KVM-waarde? Of wordt die tussendoor niet aangepast? Ja, dat is afwachten wat het beleid daarover afspreekt. Kijk, wij staan er uiteraard voor open, omdat we ook zeggen van we willen dat het goed inpasbaar is binnen het beleid. Of binnen de bedrijfsvoering. Het is wel zo dat er straks in 2025 is er nog een midterm review van deze GLB-periode. Dus wellicht dat het daar nog opgepakt wordt. Okay. Ja, dus wij zijn voor, we hebben dat volgens mij ook in onze zienswijze gezegd. En al dit soort vragen en ook de vraag over samenhang ecoregeling en AMLB. We hebben vanmiddag is er nog een webinar vanuit RVO, dan komt dit ook ongetwijfeld terug. Ja. En vrijdag is er nog de sessie met Aart Mulders vanuit LNV. Ja. Daar kan je deze vraag over. Ik zie inderdaad enkele vragen die ik ook verwacht dat ze vanmiddag behandeld gaan worden. Dus iedereen vanmiddag ook weer
achter je computer kruipen. Ja. Even kijken wat ik wel nu nog eventjes wil behandelen. Een vraag van Martine. Wij hebben nu in ons gemiddelde tarief richting de provincie een extra bedrag opgenomen voor de mozaïektoeslag. Begrijp ik het goed dat vanaf 2023 de mozaïektoeslag in de beheervergoeding is meegenomen? Die mozaïektoeslag blijft hetzelfde. Die zit zeg maar in de tariefberekening voor open grasland momenteel. De vraag is of die hoog genoeg is, maar die zit daarin en die zie ik ook daarin terugkomen in de documenten die we tot nu toe gekregen hebben vanuit de tarieven. Oké. Nou, vanwege de tijd wil ik dit onderdeeltje nu even afsluiten en doorgaan met alles wat we nog moeten behandelen met de categorie water en klimaat. Ja. Wel even belangrijk om te zeggen dat we dus de vragen aan het einde uit de chat zullen halen en nog even zullen kijken van of we daar een antwoord op kunnen geven. En dat komt ook beschikbaar, net zoals de slides en de link die je terug kan kijken. Ja. Oké. Okay. Ja, gaan we naar water en klimaat. Ja. Nou, wat gaan we daar doen? Wat gaan we daar doen? Wat voor doelen gaan we ons daarin zetten? Ja, nou, water en klimaat. Water is een bestaand beheerdoel, hè, de categorie water. Er wordt wel meer op ingezet, dus er komt meer budget beschikbaar. De verwachting vanuit provincies, waterschappen, Rijk, is dat daar ook meer beheer weggezet kan worden. En klimaat komt er als nieuw doel bij. Die twee behandel ik samen, omdat er veel overlap is. Dat zie je ook in het overzichtje wat ik hier geef voor de beheerfuncties voor klimaat en water. Voor klimaat is dat, nou, gaat natuurlijk om broeikasgassen. Hè? Het gaat om vastleggen van CO2 in de bodem of in het landschap, in het gewas. Het reduceren van broeikasgassen, uitstoot. Maar het gaat ook om vernatten. En die functie zien we ook terug bij water. Het gaat om opvangen van waterpieken en droogte. En die zien we terug bij de categorie water die we al hadden. De functies water vasthouden en water bergen. En bij klimaat zien we de functie omgaan met verzilting. En bij water hebben we vervolgens, dus daar zie je geen soort even knie bij water. En bij water hebben we nog het verbeteren van de waterkwaliteit. Zowel chemisch als ecologisch. En die twee hangen natuurlijk ook weer heel erg met elkaar samen. Dus dat is qua wat verwachten we vanuit, wat zijn de functies voor klimaat, die hangen nogal samen met water ook. Ja, en een logisch voor land liggende vraag is, waarom moeten collectieven hiermee aan de slag? Waarom zijn zij daar geschikt voor? Ja, ze zijn geschikt omdat klimaat, het zijn nieuwe maatregelen. We zullen straks ook zien dat er best wat maatregelen bij zijn die maatwerk en kennis nodig hebben om goed uitgevoerd te worden. Het is nieuw. Dus vanuit de positie die collectieven hebben in het netwerk met deelnemers, in de praktijk, wordt verwacht dat collectieven goed in staat zijn om deze nieuwe vorm van beheer te introduceren bij boeren. En wat ook meespeelt is dat, kijk, op zich maakt het voor CO2 niet uit waar die precies in de bodem wordt vastgelegd bijvoorbeeld. Er hoeft geen ruimtelijke samenhang te zijn. Zoals bij diersoorten die wel echt het landschap gebruiken. Kijk, de CO2 zit in de bodem, zit daar. Heeft geen netwerk nodig, zou ik maar zeggen. Maar je hebt wel heel erg verschillen tussen gebieden van waar de problematiek zit. En welke maatregelen het beste passen. Dus die twee dingen samen en het introduceren, het netwerk, de kennis, plus de verschillende opgaven voor gebieden, is denk ik wel terecht besloten dat het heel goed past bij de collectieven. Ja. Oké. Volgens mij hebben we nu een filmpje om dit thema te introduceren. Ja. Ja. We hebben alle experts per thema hebben we een expert gevraagd om ook wat te vertellen over hoe zij dat thema zien voor de collectieven. Ja, en het zijn allemaal mensen die meegesproken hebben dus de afgelopen tijd in die sessies over de beheerpakketten. En de eerste is Nelleke Domburg van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het is een filmpje van enkele minuten. Ik ben Nelleke Domburg, adviseur watersystemen bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Vanuit HHNK heb ik meegedacht over de nieuwe beheerpakketten voor het leefgebied water. Voor het leefgebied water wordt ingezet op verschillende manieren om de waterkwaliteit te verbeteren. Bijvoorbeeld door het manieren van slootschonen en bufferzones langs de sloten. De maatregelen voor het leefgebied water zijn in het gebied van Hollands Noorderkwartier opengesteld voor alle deelnemers. Dat betekent dus dat boeren uit het hele gebied van HHNK
hier beheerpakketten kunnen afnemen. Het is mooi als de verschillende beheerpakketten meerdere doelen kunnen dienen. Bijvoorbeeld het plaatsen van een akkerrand langs een perceelscheidende sloot. De collectieven kunnen hierover meedenken en boeren over adviseren, maar het is mooi als ook het waterschap hierbij mee kan kijken. Vanuit het waterschap is het vooral interessant om nieuwe deelnemers voor het ANLB te werven in die gebieden waar we ook voor de kaderrichtlijn water in de derde periode extra inzet gaan plegen. En dit zijn de gebieden waar een grote kans is om in de periode tot 2027 een omslag te bereiken van troebel water naar helder water. En we hebben een kaart met daarop voor ons zogenaamde prioritaire gebieden ook gedeeld met de agrarische collectieven, zodat ze daar extra inzet kunnen plegen op het werven van nieuwe deelnemers. Uit de praktijk is naar voren gekomen dat ecologisch slootschonen een arbeidsintensief pakket is met een relatief lage vergoeding. En het zou mooi zijn als door een combinatie met maatregelen zoals taluutbeheer of versteviging van het taluut met andere begroeiing, dit pakket aantrekkelijker zou worden. Want het is zeker belangrijk voor de waterkwaliteit. Naast de ANLB-pakketten zijn we bij HNK ook bezig om de agrariërs meer te betrekken bij het monitoren van de effecten van de beheerpakketten en het in kaart brengen van de ecologische kwaliteit van hun sloten. En hiervoor zijn we bezig met een project De Bloeiende Boerensloot, naar voorbeeld van een project van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. En de bedoeling is dat hierdoor het waterbewustzijn van de deelnemers zal toenemen en dat we ook kennis kunnen delen en op termijn meer zicht krijgen op de effecten van de verschillende beheermaatregelen langs het water. Tot slot, wat zouden we beter niet meer moeten doen? In de praktijk komt het soms voor dat botanische weideranden of akkerranden worden beschadigd bij het sloten schonen of bij het maaien. En hiervoor is het echt van belang dat de waterschappen nauw contact hebben met de collectieven en de agrariërs en het beheer en de beheerpakketten zo goed op elkaar afstemmen. Oké. Willemien, kan je ons naar aanleiding van dit filmpje alvast wat vertellen over wat je wel en niet hebt kunnen meenemen uit die ophaalrondes? Ja, dat kan. Nou, wat we wel hebben gedaan is dat we eigenlijk zagen dat de wens om bestaande pakketten te behouden voor bijvoorbeeld bodemverbetering, sloot- en oeverbeheer, ja, dat blijft gewoon heel goed beschikbaar en dat kunnen we blijven doen. En wat we ook zien is dat we extra mogelijkheden rondom bijvoorbeeld bodemverbetering, meer opties voor het toevoegen van organische stof, het stimuleren van nieuwe landschapselementen voor klimaat, dat waren een paar voorbeelden van zaken die zowel door waterschappen als vanuit collectieven genoemd werden, die we kunnen blijven gebruiken of gaan gebruiken. Er waren ook een paar dingen die we niet zo goed konden, waar we niet zoveel mee konden of die we niet konden overnemen. Een hele specifieke maatregel om te gebruiken van biostimulanten, dat is ook zo'n toevoeging aan de bodem die de plant opneemt en die de plant steviger maakt. Ja, dat zit er meer in investeringen en het is nog vrij innovatief, dus dat hebben we niet overgenomen. En wat we ook zagen is dat eigenlijk vanuit klimaat en de piekbelasting, echt de onvoorspelbare heftige neerslag die voor een paar dagen tot overlast leidt, dat is gewoon heel moeilijk in te passen in het ANLB wat veel meer te maken heeft met planbaar beheer, beheer wat langere tijd op één plek ligt. Waarbij je misschien ook de lage percelen laag wilt houden. Dat soort maatregelen vonden we lastiger in te bouwen. Er zit wel iets over waterberging hoor. En ook opvangen van te veel aan water. Maar dan meer ergens toch ook het voorspelbare beheer. En waar we eigenlijk ook niet mee uit de voeten konden was de functie verzilting. Omdat dat qua maatregelen niet zo goed binnen het ANLB past. Het zit meer in het kiezen van zouttolerante gewassen, pijlbeheer op gebiedsniveau en niet op perceelsniveau, waardoor dat ook lastiger was. En natuurlijk sowieso wat al wettelijk verplicht is of wat in de ecoregeling echt gestimuleerd wordt, hoeven we ook niet in het ANLB te doen. Ja, en dan nu de beheerpakketten, water en klimaat. Ja. Komen de dia's even eigenlijk gewoon een dwarsdoorsnede van waar we aan denken qua beheerpakket en die dus deels al uitgewerkt zijn en deels nog verder uitgewerkt worden. Voor
beginnend met water. Eigenlijk veel bestaande pakketten ook deels nieuw. Als het gaat om de waterkwaliteit die wat meer chemisch zit, dus op middelen en nutriënten, voorkomen dat die weglekken naar het water. Dat zijn dus eigenlijk veel bestaande pakketten, hè? Zowel veel volvelds, maar ook in randen, vanwege het beperkte middelengebruik wat daar al beloond wordt en de beperkte bemesting. Maar wat ook wat nieuwer is, is dat we gaan kijken of we extra vanggewassen naar zeg maar slordige gewassen zoals ui of aardappel kunnen opnemen. Dan moeten we even goed opletten of er geen overlap zit met al verplichte vanggewassen. Bijvoorbeeld na maïs, daar kan je niet zoveel extra mee binnen het AMLB. En ook het stimuleren van de drempels, van die drempeltjes tussen teeltruggen. Dat is ook een mogelijkheid om te belonen. En voor ecologische waterkwaliteit ook veel bestaande pakketten. Maar we zitten ook te denken aan het doorvertalen van bestaande akkerranden naar verbrede bufferstroken. Dus de verplichte bufferstroken zijn 2 meter in de meeste gebieden. Maar als je daar nou als je die breder maakt en misschien nog op een betere manier beheert, dan kunnen we die heel mooi via het AMLB belonen. Het gaat over een akkerrand met een infiltratiegreppel. Dan is die nog wat lastig ook in te passen binnen de bouwstenen die we hebben. Veel bestaande pakketten eigenlijk voor grasland. Randen, oevers, natuurvriendelijke oevers, sloten. We hebben ook gesproken met een waterschap over het stimuleren van houtwallen. Struweel langs oevers. Dat is in feite een bestaand pakket, maar je kan stimuleren dat die ook langs oevers wordt aangelegd. En dan voor klimaat. Dat is natuurlijk wat nieuwer, nog onbekender. Waar we daaraan denken is als het gaat om het vastleggen van koolstof in de bodem of in het gewas. Dan is het idee dat als er nieuwe landschapselementen ook met een investeringssubsidie worden aangelegd, dat die dan het beheer van die elementen ook aan dit doel bijdragen. Deels ook wel natuurlijk oudere landschapselementen, maar de winst in extra CO2 opslaan zit vooral in die nieuwe elementen. En eigenlijk heel veel maatregelen rondom bodemverbetering, het inbrengen, opbrengen van extra organische stof in verschillende vormen. En dan het liefst via die korte kringlopen. Dat is nog wel een discussiepunt, van vooral wettelijk ook, van wat mag je zelf als deelnemer of aantal boeren in een gebiedje nog samen uitwisselen aan plantaardige plantenresten en zo, gewasresten. En wanneer zit je aan allerlei regelgeving, dat is nog een mooie uitdaging, zal ik maar zeggen. En verder het stimuleren van wat nieuwere extra gewassen die een hoge CN-verhouding hebben. Dus relatief veel koolstof en weinig stikstof. En dan als je dat combineert met beperking van chemie en bodemverbeteraars of organische mest als bemesting in plaats van kunstmest, dan heb je een win-win. Verder is natuurlijk een doel om uitstoot van broeikasgassen te beperken. Dus niet opslaan, maar juist voorkomen dat het vrijkomt. En een hele goede maatregel erbij is in de akkerbouw het beperken van de grondbewerking of niet-kerende grondbewerking. En ook het verhogen van waterpeil in veenweiden wordt heel veel genoemd. Maar eigenlijk alleen via het AMLB als dat niet via een peilbesluit kan. Want eigenlijk voor het klimaat is het veel effectiever om het peil in een heel gebied op te zetten. En niet allerlei verschillende peiltjes, want dat stimuleert soms juist weer de oxidatie van veen. En verder eentje die ook heel mooi samengaat met de ecologische kwaliteit is het stimuleren van stabiele slootoevers in het veenweidegebied. Zodat je geen weglekken krijgt eigenlijk van dat veen richting de sloot. Ja. Willemien, even voordat we genoeg tijd overhouden voor interactie, zou je de volgende 2 slides iets sneller kunnen gaan? Ja, is goed. Nog sneller. Er is zoveel over te zeggen. Ja. Voor het opvangen van waterpieken. Dat is niet zo handig om dat echt op productief bouwland te doen. In veenweiden en beekdalen zien we wel van, dat moet je op verschillende manieren oppakken, want het zijn hele verschillende bronnen van de problematiek. Dus het worden dan zitten we meer te denken aan ecologisch slootschonen, wat we al hebben. Maar ook iets van een last minute plasdras in het voorjaar in beekdalen, zodat je in het voorjaar langer het peil hoog kan houden.
En dan akkerrand met een infiltratiegreppel kan daarbij helpen. Ook goed voor waterkwaliteit. En opvangen van droogte is dus het water vasthoudend vermogen van de bodem verbeteren. En ja, dat doe je eigenlijk vooral door binnen het Aalenbeek dat heel goed doen. Door organische stof in of op te brengen hier op je perceel. Zowel op grasland als bouwland. Kan ook via bestaande pakketten. Maar je kan ook een aantal nieuwe dingen doen. En hier is eentje die een mooi voorbeeld waar je ecoregeling en Aalenbeek samen krijgt. Bijvoorbeeld dat je op oud grasland, wat beloond wordt vanuit de ecoregeling, dat je die, zeg maar de maatregel van beperking van chemie en ruige mest vanuit het Aalenbeek vergoedt. En als je dat oude grasland niet via de ecoregeling doet, dan kan je die ook via het Aalenbeek belonen. En ook nog een aantal maatregelen rondom de bodemstructuur, om het water beter vast te houden en niet af te laten stromen, is met de diepwortelende gewassen. En dan ook weer beperking van chemie en ruige mest. Oké. Nou, was hier, dat snel genoeg? Dat was echt super, want ik heb hier nog wat vragen voor je. Eerst maar even een verduidelijkende vraag. Prachtige term, maar wat zijn slordige gewassen? Ja, slordige gewassen zijn gewassen die de nutriënten niet zo goed opnemen. Het is een term die ik overgenomen heb van een... volgens mij Wim Steegman, die noemde die vanuit de akkerbouw. Ik vond het wel een heldere term. Sommige gewassen heel goed in staat om de nutriënten op te nemen. En andere, nou, die laten wel eens wat... wat liggen, zeg maar. Het zal wel zitten in het wortelstelsel, hoe dat ontwikkeld is. Ja. Ik zie hier ook een zorg over de nieuwe maatregel, de infiltratiegreppel. Of dat niet gevaarlijk is voor kuikens. Als ze erin vallen, komen ze er niet meer uit, zegt iemand hier in de chat. Oké. Ja, dat hangt een beetje vanaf hoe je hem aanlegt. Dan moet je hem wel, als dat een gebied is waar ook veel vogels zitten, dat je hem met een mooie, een beetje glooiend maakt. Dus niet één put, maar... Ja, dus ja. Het ligt meer in hoe je het doet. Het zit in hoe je het doet, ja. Oké. Even kijken. Ik heb hier ook een vraag over hoeveel budget gaat het dan eigenlijk dat we extra maatregelen voor klimaat en water gaan doen? Kan je daar iets over zeggen? Ja, dat gaat om een aantal miljoenen landelijk. En per gebied zal het weer per collectief verschilt al. Dus dan raad ik je aan om op intranet te kijken, als je tenminste van een collectief bent, naar het rapport Beukema. En volgens mij zijn heel veel collectieven inmiddels ook in gesprek met hun provincie om te bespreken wat er de komende tijd beschikbaar komt. Dat is wel ook een onderwerp waar we momenteel druk uitoefenen op provincies om daar helderheid over te geven. Ja. Een vraag die daarbij aansluit is, worden de beheergebieden vergroot voor klimaat en water? Ja, klimaat is sowieso nieuw. Ja. En wat ik terugzie in plannen van provincies is dat ze voor 2023 in hun natuurbeheerplan, wat natuurlijk momenteel geschreven wordt of al klaar is, het verschilt per provincie, dat voor klimaat toch vaak de hele provincie wel begrensd wordt. In ieder geval ruim begrensd, de gebieden voor klimaat. En dat, dat er dan meer in de, zeg maar, de toelichtende tekst wordt gezegd waar de nadruk komt op welke doelen en in welke gebieden. En water is nu vaak al behoorlijk ruim begrensd. En dat zal denk ik zo blijven. Maar dat is ook vooral een vraag die, ja, die in het gesprek tussen collectief en provincie besproken wordt. Oké. Ik zie nog wat vragen hier in de chat. En die gaan met name ook over, dus ja, dat mensen zien dat er gewoon verschillende potjes komen en hoe ze dat moeten administreren. Ik denk dat het misschien handig is om dat ook echt vanmiddag aan de kaak te stellen. Ja. Dus die ga ik even parkeren. Want wij hebben namelijk ook nog voor jullie een vraag. Want wij zijn heel benieuwd hoe jullie die nieuwe klimaatpakketten zien. Dus we gaan eventjes naar een Mentimeter. Ja. En dan kan je zelf naar mentimeter.com gaan en de code invoeren. En dan gaan we even... Kijk, de code die staat hier bovenaan de pagina. Dat is 4962-6210. Ik zal hem ook nog even in de chat zetten. 4962-6210. Ja, je moet dus naar www.menti.com gaan. En dan vragen we je eigenlijk om aan te geven waarvan je verwacht dat je ermee aan de slag gaat op een schaal van 0 tot 10.
Wij willen graag weten waar jullie denken dat veel aandacht naartoe gaat en waar waarschijnlijk minder in jullie gebieden. Kijken of het lukt. Ja, ik ben benieuwd of het lukt. Ik zie nog geen mensen verschijnen. Ja, dat mannetje kun je zien hoeveel... Oké. Er is iemand. Er wordt gestemd. Ook als je niet van een collectief bent, maar van een andere organisatie. Iedereen woont ergens. Kijk voor je regio waarvan je denkt, dit speelt hier heel erg. Oké. We horen net als meer dan 70 mensen meekijken, die in ieder geval ingelogd zijn. En we gaan nu richting de helft van de mensen die gereageerd hebben. Ja, fijn dat jullie er allemaal zijn trouwens, hartstikke ja. Leuk. We zien inderdaad dat voor nu verwacht wordt dat vastleggen van CO2 gemiddeld het populairst is. En samen met het verbeteren van de waterkwaliteit. Maar eigenlijk vind ik het allemaal best wel... Ja, gespreid. Ik denk dat overal wel wat aangedaan gaat worden. Ja. Zullen we doorgaan naar de volgende vraag? Dat is goed. Bedankt voor degene die gereageerd hebben. Ja. Ja, het loopt nog wel door. Ja, maar de tijd ook. Oké, we gaan door naar de volgende vraag. Die sluit hierop aan. Dan gaat het meer over de maatregelen. Welke maatregelen, dit is dan voor waterkwaliteit? Zie je wel zitten. Dus dan kan je kan meerdere aangeven van deze wil ik wel. Of dit vind ik passend bij mijn gebied. Daar zie ik wel meerwaarde in. En dan zullen we met de bolletjes kan je terugzien hoe die vallen. Bestaande pakketten doen het goed. Ja. Voor brede bufferstroken. Ja, want ook wel waterberging op grasland. Voor brede bufferstroken inderdaad. Infiltratiegreppel van gewassen. De drempels tussen teeltruggen wat minder. Ja. Maar het beeld is wel... Sowieso alles wel wat. Nou, die drempels, dat zal niet zoveel, verwachten we niet zoveel van. Verwacht ik niet dat dat, het is misschien ook wat nieuwer. En de andere zie je ook meer dat dat al ergens wel bekende maatregelen bekend zijn. En ja. Ja, en het is ook op zich, in dit hele verhaal denk ik dat we zijn natuurlijk al jaren bezig en we beginnen niet met iets nieuws. Dus dat er voortgebouwd wordt op wat er al is, vind ik ook het is goed om te zien ergens. Ja. Oké, gaan we door naar de klimaatmaatregelen. Dank jullie wel. Dat zijn er wat meer. Eigenlijk dezelfde vraag van welke klimaatmaatregelen zie je wel zitten. Ik ben benieuwd. Even nadenken. Even op gang komen. Ja, er zijn er ook wat meer. Hè? Ja. Bodemverbetering, CO2 vasthouden. We hebben ook geprobeerd om eigenlijk voor alle type elementen, zowel voor grasland als bouwland, als landschap, zie je dat dat een rol kan spelen. Ja. Leuk om te zien. Ja, in ieder geval dingen geformuleerd die jullie zien zitten. Ja, dat is zeker fijn. Ja. Nou, wacht nog even een paar seconden. Dus 40 mensen. Dan gaan we nu naar de pauze.
Dank jullie wel. Ja, bedankt voor jullie, voor jullie deelname hieraan. We gaan even naar de pauze. We hebben ongeveer 10 minuutjes, misschien iets minder. En we zetten tijdens de pauze een filmpje aan van Thijs Schippers van Ravon. Want die heeft een heel mooi verhaal over natte dooradering. Dus luister vooral mee terwijl je je koffie pakt. En we zien jullie straks. Ja, hoe laat is het nu? Het is nu 10:21. Okay. En eigenlijk wilden wij om 25 alweer verder met. Maar laten we dan nou, om half tien... Half zetten we het filmpje aan. Om 9:30 weer door. 10:30. Ja, 10:30, sorry. Ja. Oké, okay. Tot straks. Ik ben Thijs Schippers, werkzaam bij Stichting Ravon. Dat staat voor Reptielen, Amfibieën en Vissenonderzoek Nederland. Ik ben projectleider, waar ik mede verantwoordelijk ben voor de landelijke beleidsmonitoring van het ANLB, dat we een opdracht van de B12 uitvoeren. Boeren Natuur heeft ons betrokken bij het optimaliseren van beheerpakketten die voor onze soorten relevant zijn. Het gaat hierbij feitelijk om een aantal pakketten die binnen de natte dooradering worden afgesloten. De natte dooradering denk ik persoonlijk niet gelijk aan het hedendaagse agrarische landschap met zijn sloten, beken, moerassen, rietlanden en plas-draszones. Maar aan de oude meesterwerken van een paar honderd jaar terug, waarin natuur en agrarische bedrijfsvoering samengingen. Titels van meesterwerken zoals Weide met koeien aan het water van Willem Maris, het weidelandschap met vee van Rudolfs, of de Oostzijdse molen langs het Gein bij Maanlicht van Mondriaan. Stuk voor stuk beelden waarin de mens en zijn vee in harmonie met de natuur leefden en werkten. Eigenlijk proberen we met het ANLB-subsidiepakketten de agrarische bedrijfsvoering ook meer onderdeel uit te laten maken van de natuur, waarmee de biodiversiteit hersteld kan worden. Wat we decennia geleden uit het oog zijn verloren door uiteenlopende zaken. Door toepas van het juiste beheer in ruimte en tijd kan het huidige landschap zijn waarde vergroten en blijft de biodiversiteit gegarandeerd voor de toekomst. Want biodiversiteit hebben we samen hard nodig. De uitvoering is zeker niet gemakkelijk. Vooral een praktische haalbare uitvoering met heldere randvoorwaarden zijn essentieel. De uitvoering van beheer binnen de natte dooradering wordt door velen met zorg inmiddels enkele jaren uitgevoerd. Het merendeel van de agraris doet dit zichtbaar met overtuiging. De betrokkenheid en het mee willen denken in praktische haalbare uitvoering van het beheer door agrariërs, waarbij het collectief, soortenorganisaties en waterschappen en loonwerkers samenwerken, is groot. Alleen zo kan het ANLB succesvol zijn voor de lange termijn. Ga zeker door met kritisch vragen stellen en kom met nieuwe ideeën. Blijf vooral agrarische activiteiten voortzetten in combinatie met de diversiteit aan pakketten. Juist de afwisseling die in het agrarische land plaatsvinden, kunnen de biodiversiteit versterken en zeer zeker ook in de natte pakketten. De aanpassingen die in de pakketten als poelen en kleine storisch water of het ecologisch schootschonen zijn gedaan, zorgen ervoor dat met beperkte beheersinspanningen meer resultaat behaald kan worden voor de lange termijn. Als organisatie juichen we toe om de ANLB-pakketten in de natte dooradering te combineren. Deel ervaringen in het veld op het gebied van beheer en de uitvoering ervan. Sturen op kwaliteit in plaats van kwantiteit, waarmee ik mij richt tot de collectieven. De beste resultaten behalen we door in kansrijke gebieden de juiste pakketten af te sluiten, passend bij de doelsoort. Het combineren van data, zoals verspreiding van doelsoorten, Natura 2000 gebieden en Natuurnetwerk Nederland, zorgen ervoor dat potentiële zoekgebieden zichtbaar worden binnen de agrarische gebieden. Vanuit deze zoekgebieden kunnen we de biodiversiteit via de nattigheid in het boerenland terugbrengen. Succes! Nou, zo, zijn we weer. Een mooi verhaal van Thijs, volgens mij. We hebben hier ook eventjes de meesterwerken waar hij het over had op de slide gezet. Ik hoop dat jullie er ook allemaal weer zijn met je koffie of je thee. Want de eerste vraag die ik voor jou heb, Willemien, in dit gebied is... We zijn van twee leefgebieden, natte en droge dooradering, gegaan naar één leefgebied. En waarom is dat eigenlijk? Ja, dat klopt. Er wordt natte en droge dooradering wordt één leefgebied in de natuurbeheerplannen en in de contracten straks ook met de provincie. Ze zijn natuurlijk heel verschillend en dat blijft ook zo.
Maar er is ook wel samenhang. Denk bijvoorbeeld aan amfibieën die zowel land- als waterhabitat nodig hebben. Of sloten met knotbomen erlangs. Dus vaak zie je al dat het gecombineerd is in het landschap, ook vanwege die ecologie. Maar de belangrijkste reden is eigenlijk wel dat het een administratieve vereenvoudiging is. Je hebt veel minder kans op afrekening van kortingen door administratieve fouten. Want het zijn allebei vrij kleine leefgebieden. En nou, het stelsel zit zo in elkaar dat je dan vrij snel kortingen krijgt. Of dat je gevoelig bent voor kortingen of foutjes. En we hopen dat dat hiermee beter wordt. Dat het minder kwetsbaar wordt. En uiteindelijk, ja, kijk, de doelsoorten die blijven gewoon die blijven hetzelfde en verschillend. Dus we houden gewoon maatregelen voor soorten van natte dooradering. En maatregelen echt gericht op soorten van droge dooradering. Zul je ook zien in de beheerpakketten. Dus het is vooral een vereenvoudiging. Ja. Oké. Gaan we volgende slide volgens mij? Ja, want ja, dan is mijn vraag. Wat heb je wel en niet mee kunnen nemen in deze van de ophaalrondes in dit leefgebied? Ja, inderdaad. We hebben inderdaad discussies gehad, hè, met onder andere Thijs, maar ook andere experts en met collectieven. Wat we wel overgenomen hebben is wat betreft natte dooradering, maar ook droge, vooral natte, is dat we iets beter gekeken hebben van welke verschillende beheerperioden worden genoemd in het beheerpakket. En die leken soms toch niet helemaal goed aan te sluiten bij de doelsoorten. En ook hebben we hier mede ook op basis van hele goede input van het collectief Veluwe en Ravon samen en collectief Rijnvecht en Venen om te proberen te werken met slotenplannen. Dat betekent dat je echt een plan maakt van welke sloot wordt wanneer beheerd. Zodat je het beheer niet alles in één keer schoon, zeg maar, en dan een paar jaar niks doet, maar dat je dat mooi verspreid over de tijd doet. Het vergt wel de nodige organisatie, ook gesprekken met loonwerkers. Maar dat hebben we wel nu. Kijk, we kunnen dat niet, het zit niet in de beheereis, maar het zit wel heel erg verwerkt in de beschrijving van het pakket. En nou ja, op die manier proberen we dat te sturen. Wat we nog helaas nog niet hebben kunnen doen, is dat we de hele systematiek van het controleren en de administratie verder hebben kunnen vereenvoudigen. Maar dat is wel een onderwerp, hè, het rondom het melden van uitgevoerd beheer. Het is wel een onderwerp wat we ook in de ANLB-pilot, of de GLB-pilot, doelgericht ANLB, we kijken of we dat kunnen vereenvoudigen. En ik zie dat ook wel, ik zie wel hoopvolle dingen in de gesprekken die we hebben met RVO ook. Dat je onderscheid maakt in, zeg maar, de beheereis als een soort basis voor je subsidie. En hetgene waar je op controleert. Van, dat hoeft niet per se één op één hetzelfde te zijn. Je kan ook, we kunnen, hoop ik, in de discussies met hun komen tot een andere goede manier van controleerbaarheid en verifieerbaarheid die niet die meldingen nodig heeft, of in ieder geval niet zo strikt. Maar ik kan daar nog geen antwoord op geven. Of dat echt opgelost gaat worden. Maar donderdagmiddag hebben we een webinar over die pilot doelgerichte ANLB. Dan komt dit wellicht ook, kan dit ook terugkomen. Natte dooradering. Ja, wat zijn daar de beheerpakketten van tot nu toe? Nou, eigenlijk hebben we vooral gesproken over de bestaande pakketten. En we hebben niet zozeer nieuwe pakketten hier ontwikkeld, omdat we gewoon goed uit de voeten kunnen met wat er is. Wat je al wel hoorde, ook in het filmpje van Thijs, is dat we ook hier vooral zoeken naar kwaliteit, naar zoeken naar samenhang tussen verschillende pakketten. En zo blijven we dus werken met beheer van poelen, grote en kleine. We hebben wel dus goed gekeken naar die periode waarin dat schonen moet gebeuren en hoeveel en hoe vaak en zo. We houden de natuurvriendelijke oever, rietzomen en duurzaam slootbeheer hebben we veel en lang over doorgesproken. Dus daar zal ook de beschrijving aangepast, zul je zien dat die aangepast is voor baggeren. In combinatie met ecologisch slootschonen hebben we wel gezien dat de frequentie die eigenlijk voorgeschreven stond te hoog was. Volgens mij moest je, ik weet het niet precies meer, maar werd hem zo'n beetje gestuurd omdat je iedere 3-4 jaar de sloot baggert, terwijl dat echt wel minder frequent kan om goed ecologisch beheer te krijgen. Nou, en uiteraard zijn binnen dit leefgebied meer pakketten mogelijk dan wat hier staat. En denk ook aan het combineren met randen zoals kruidrijk grasland, botanisch grasland, bosjes.
Dus dat blijft. En wat wel nieuw is, is dat we hebben nu natuurlijk binnen droge dooradering een aantal pakketten waarin je het element moet vrijwaren van beschadiging door vezels, staat het er dan. Dus dan wordt geïnterpreteerd als er moet een raster staan als er veel op, zodat die niet aan de bomen gaan knabbelen of de bast eraf trekken. Maar ook van natte dooradering, zeker die natuurvriendelijke oevers of ecologische sloten, wil je eigenlijk ook niet dat, en de poelen ook, dat vee daarin in loopt of dat de oevers vertrapt worden. Dus we hebben nu de optie om, zeg maar, als een los pakket, gecombineerd met deze pakketten, een veeraster toe te voegen. Ik denk dat dat wel een mooi maatwerk is ook om de kwaliteit te verbeteren. Ja. Goed, dan hebben we ook voor droge dooradering nog een filmpje met een expert die jullie iets wil vertellen. Ja, dit is Ernst Oosterveld. Goeiedag, mijn naam is Ernst Oosterveld. Ik ben van adviesbureau Altenburg en Wiemega. Wij doen regelmatig onderzoek voor de agrarische collectieven in Oost-Friesland, in de noordelijke Friese Wouden en in het Elandgebied Zuidoost-Friesland. Wij monitoren bijvoorbeeld jaarlijks de broedvogels, de vleermuizen en om de paar jaar de schrale plantensoorten en de habitatkenmerken. Dus de verschijningskenmerken van singels en wallen in het coulisselandschap. Dat onderzoek dat leert ons dat het hakhoutbeheer een prima maatregel is om broedgebied voor broedvogels te creëren. Omdat er daardoor een mooie dichte onderlaag ontstaat. Daarnaast leert de monitoring ons ook dat broedvogels in het bijzonder gebaat zijn bij veel brandnetels en bramen in de ondergroei. Dus het devies is niet te sterk terugsnoeien en terugmaaien van die bramen en de brandnetels. Hooguit tot aan de afrastering, zo ongeveer. En ook wat een verrassende bevinding was, is dat vleermuizen en broedvogels ook gebaat zijn bij brede, uitgegroeide boomkronen. Dus dat correspondeert doorgaans met oude singels en wallen. Sterker nog, met singels en wallen die oud mogen worden. Dus dat lijkt ogenschijnlijk op gespannen voet te staan met een hakhoutbeheer. Maar het devies is eigenlijk dat ze allebei goed zijn voor de biodiversiteit. Dus de opgave voor agrarische collectieven is om voor beide een plekje in het landschap te kiezen. Dus variatie is het toverwoord. Nou, duidelijk oproep volgens mij. Voordat we doorgaan met de pakketten droge dooradering, even twee mededelingen. We lopen iets uit. Wij kunnen dat prima doen, want er is hierna geen workshop. Als je echt plannen had om 11 uur ergens anders aan te schuiven, wees niet bang, want je kunt dus alles terugkijken wat je hebt gemist. En vragen die beantwoorden we ook nog achteraf. En ik zie nu nog geen vragen over droge of natte dooradering in het chat verschijnen, maar zet ze er alvast in. Als je ze hebt, kunnen we ze straks gelijk behandelen. Dan weer terug naar jou. Ja, dankjewel. Nou, over de beheerpakketten binnen droge dooradering. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met natte dooradering, dat heel veel beheerpakketten gewoon terugkomen. Zoals het hakhoutbeheer, waarin nog wel de opmerking is van om ouderdom te stimuleren. Dus in ieder geval een aantal overstaanders laten staan en lekker ouder laten worden. Dat is goed. Beheer van bomenrijen blijft staan. Dat bevat vooral de knotbomen en laanbomen. En daarin was ook een wens van collectieven om niet per se een raster rondom oude knotbomen te hoeven zetten. Nou, wat ik net al zei, van de mogelijkheid om een raster wel of niet als een cumulatief pakket toe te voegen hebben bij een aantal pakketten opgenomen, waaronder dus deze. De knip- en scheerheg als pakket blijft, struweelhaag, struweelzoom, ook weer met een raster als optie erbij. En beheer van bomen op landbouwgrond. Daarbij staat van, we zouden heel graag zien dat die bomen, die solitaire bomen op landbouwgronden, daar ook een raster omheen staat. En dat onder die boom ook een mooie struweelrand kan ontwikkelen. En dan loop je weer een beetje tegen de technische mogelijkheden of de regeltechnische mogelijkheden van een boom op landbouwgrond is landbouw en struweelzoom is landschap. Dus dat botst. Dus dat vergt enige creativiteit wellicht als collectief, als je dat wil doen. Maar daar kunnen we ook nog eens over doorpraten, hoe we dat kunnen vormgeven.
nog meer pakketten. Droge dooradering heeft best wel heel veel verschillende pakketten die op elkaar lijken, maar die juist vanuit het landschap en de identiteit in de verschillende regio's toch net een andere invulling hebben. Dus dat blijft ook gewoon. Dat betekent dat we ook met de half of met de boomgaarden blijven werken. Het wordt wel één pakket. We gaan geen onderscheid meer maken tussen half of hoogstam, want het heeft verder precies dezelfde voorwaarden. We hebben nog wel gesproken of je misschien als alternatief, omdat in die boomgaarden vaak juist de meerwaarde voor biodiversiteit ook in de ondergroei zit. Dat je misschien kan combineren kruidrijk grasland voor de ondergroei en dan zeg maar dat bomen op landbouwgrond daarbij voegen. Dus dat zou natuurlijk een mooie alternatieve invulling kunnen zijn. Nou, dan nog een paar kleine bosjes, hakhoutbosjes, grientjes, bosjes. Dus dat zijn meer de kleine landschapselementen, wel vlakdekkend, maar het is wel de bedoeling dat het echt de kleine elementen zijn waarbij juist de zoom en de randen ook de gradiënten de meerwaarde vormen. En verder hebben we natuurlijk binnen de droge dooradering ook meer de vlakdekkende of de productieve elementen, zoals botanisch grasland en andere graslandpakketten en de kruidrijke akkers of akkerranden. Die komen ook hier pas ook heel goed in dit leefgebied. Wat dat betreft verandert er niet zo heel veel, maar zit het hem ook weer vooral in de beschrijving van hoe kijk je nu of een botanisch of een kruidrijk grasland ook van goede kwaliteit is. Hoe kan je die eventueel verder doorontwikkelen? Dat is ook een traject waar we echt verder op in gaan zetten. En dan nog even iets over een paar nieuwe pakketten waar we nog aan werken, maar die we wel op de shortlist staan, zeg maar. Dat is een graslandrand, ook als zoom, gecombineerd met bijvoorbeeld hakhout en daarna een struweelzoom. En daarnaast dan een graslandrand die wel productief is, maar waar je toch het beheer aanpast. En ook weer dat veeraster, wat ik al eerder noemde. Er zijn een paar pakketten die nu in ons overzicht van pakketten staan, maar die nooit worden afgesloten. Waarbij eigenlijk ook de link met doelsoorten niet helemaal duidelijk is. Waarvan we denken van die kan je dan voor de helderheid beter laten vallen. Dat zijn die leibomen bij historische boerderijen. Omdat die vaak ook niet op agrarische landschapselementen staan, zeg maar op het erf. En erven vallen buiten het AMLB. Dus dat schept alleen maar verwarring als je die wel in je lijstje hebt staan. Nou, de bever, foragerend bever, die zal ook vervallen, vermoed ik, tenzij er nu uit deze sessie grote protesten komen. Dan laten we mooi staan. Hetzelfde geldt voor de zandwallen. En wat ik al zei, we hebben in het overzicht van de beheerpakketten vooral gewerkt aan de aanvullende voorschriften. Waarom doe je dit pakket? En ook dat combineren van maatregelen, wat ook al zowel door Thijs als door Ernst in de filmpjes werd gezegd. Dat we dat vooral moeten gaan op de een of andere manier gaan stimuleren. Ja, oké. Nou, ik zie eigenlijk geen vragen in de chat aan ons, maar Lisbeth de Haan, die is wel een leuke, interessante vraag gesteld eigenlijk aan andere collectieven in de chat. Dus ik zou iedereen willen oproepen om even in de chat te reageren op Lisbeth. De vraag is, hoe ervaren andere collectieven de tarieven voor singles, et cetera? Even kort samengevat, ze zegt, soms heeft ze het idee dat de vergoedingen te laag zijn om boeren te enthousiasmeren om singles te laten staan. En hoe gaan anderen daarmee om? Ik ben wel heel benieuwd. Misschien Lisbeth, kan je ook je e-mail even delen in de chat, dan kunnen mensen je gewoon nog straks een mailtje sturen. We zijn heel benieuwd wat eruit komt natuurlijk. Verder geen vragen over dit leefgebied. Dus misschien kunnen we gewoon dan door naar open akker. Ja, nog wel één ding van wat niet meegenomen wordt in dooradering. Dat is iets als een voedselbos. Dat hebben we wel over gesproken, maar nemen we niet mee. Het is wel een hele mooie natuur-inclusieve maatregel. Dus wellicht dat het ook via de ecoregeling kan. Waarbij ook juist ingezet wordt op de meerjarige gewassen, zeg maar. In het ANLB zien we de link met doelsoorten wat minder sterk. Dus vandaar als toevoeging. Gaan we naar open akker en open grasland. Open akker beginnen we met een filmpje van Jochem Sloothaak van Brabants Landschap. Jochem, je bent expert van het leefgebied open akker. Ik heb een paar vragen voor je. Wat moet je in het leefgebied vooral blijven doen? Ja, dat is eigenlijk zorgen voor die grote drie. Dus eigenlijk geldt dat voor alle vogels, maar
met name in dit leefgebied, hebben vogels voortplantingsmogelijkheden nodig. Ze hebben voedsel nodig. En ze moeten veiligheid kunnen vinden, heel het jaar rond. Dus wat ik nu zie in veel kerngebieden voor, van open akkerlandschap, is dat er soms één van die drie dingen ontbreekt. En je moet echt in je gebied, op alle drie de niveaus, moet je zorgen dat er biotoop is. Dus met de maatregelen van het agrarisch natuurbeheer moet je dus zorgen dat er genoeg dekking is in de winter, genoeg insectjes in de zomer, en er moeten veilige plekken zijn om te broeden. En wat kunnen we nog meer doen? Aangepaste voorwaarden? Waar denk je zelf aan wat we nog meer zouden kunnen doen? Nou, er zijn wel wat maatregelen waar nog sowieso wel wat aan verbeterd kan worden, en die nog heel nieuw zijn. En de nieuwe maatregelen is bijvoorbeeld een bloemenblok. Ik heb daar hier even dat staat ook allemaal beschreven in deze factsheets. Er zijn wat nieuwere maatregelen die dus aanvullend op de maatregelen kunnen worden genomen die er nu al zijn. Waaronder het bloemenblok. Een bloemenblok is gewoon een alles-in-één maatregel, zeg ik wel eens. Dus die heeft en broedbiotoop, en hij zorgt voor heel veel insecten, en er is heel veel voedsel in de winter, plus dekking in de winter. Dus dat is een maatregel die echt wel meer genomen zou kunnen worden. En bij een bloemenblok en bij meer maatregelen geldt dat eigenlijk, is dat je wel stukken opnieuw zaait soms. Dat hoort ook bij akkeren. Maar je moet nooit alles opnieuw zaaien. Want dan ben je dus begin maart, april, super kwetsbare tijd. Ben je dat leef of dat biotoop eigenlijk voor die soorten heb je kapot gemaakt. Dus er moet meer nagedacht worden over minder maaien. Niet alles tegelijk opnieuw zaaien. En ook wat struikjes en bosjes aanplanten. Dat is ook heel belangrijk. Dus kleine struweeltjes, patrijzenhagen. Dat soort maatregelen horen ook in dit leefgebied thuis. Oké, heb ik nog een laatste vraag. Wat kunnen we beter niet doen? Wat je beter niet kan doen, is wel aan het werk gaan in kerngebieden, of ze 200, 300 hectare groot zijn of groter. En dat je dan niet verder gaat als bijvoorbeeld 5% maatregelen. Dus in dit leefgebied is het gewoon heel belangrijk dat er voldoende dooradering is van blokjes, van lijnvormige elementen. En probeer dan eigenlijk tot 7% te komen. Als je onder de 5% blijft, is gewoon het effect van het agrarisch natuurbeheer echt minimaal. En dan ga je dus niet de doelsoorten helpen. Dus we moeten echt wel proberen om dat aandeel biotoop moet echt wel omhoog in die gebieden. Oké, dankjewel. Succes. Ja, ook weer een duidelijke oproep van Jochem om te letten op samenhang. En wat hebben we in dit leefgebied wel en niet meegenomen uit de ophaalrondes? Ja, wat ik in het begin ook al een beetje zei, hè, van in open akker is heel veel met collectief heel veel gesproken over onkruidonderdrukking. En daar hebben we ook met de experts over doorgesproken van wat kan je nou het beste doen. Er kwam wel wat voorstellen ook vanuit die rondes om dan vanuit onkruidonderdrukking bijvoorbeeld eerder te stoppen met de winterstoppel of andere maatregelen, nou ja, wat te beperken. En daar hebben een aantal toch niet van overgenomen, omdat we zien dat het bijt met het ecologisch doel. Wat we wel overgenomen hebben, is eigenlijk meer vanuit die akkerranden ook kijken welke verschillende doelen er zijn. Hè. Wat we ook net bij water al bespraken, dat zijn die verbrede bufferstroken. Dat je die ook echt als bufferstrook introduceert, verbrede bufferstrook. En niet als kruidrijke akkerrand die een ecologisch doel heeft. Gaat vaak wel samen, maar het heeft toch net een andere. Nou, je kan het anders beheren en je moet het ook anders beheren. En de samenhang in het landschap is daarmee ook. Kan je daarmee ook afstemmen op het doel. Wat we ook gedaan hebben is het beheerpakket legselbeheer op bouwland hebben we eigenlijk losgetrokken van het legselbeheer op grasland, omdat het toch een andere ideeën achter zitten en de inpassing in de bedrijfsvoering is vaak anders. Het geeft ook een beetje meer herkenbaarheid van het akkerbeheer. Dus dat hebben we ook gedaan. Misschien inhoudelijk niet zo schokkend, maar ik denk wel voor de uitvoerbaarheid, herkenbaarheid is het wel belangrijk. En door het hele discussies heen hebben we echt geprobeerd om het zowel praktisch te houden, maar ook effectief. Dat is een beetje de zoektocht geweest. Want ik vond zelfs wel de discussies rondom dit leefgebied, eerlijk gezegd, ergens de ingewikkeldste. En dan krijgen we straks ook nog de discussie over hoe de interactie met de conditionaliteit en de ecoregeling en afweging van deelnemers gaat worden. Wat echt in dit leefgebied wel het meeste speelt. En het zou best heel goed kunnen uitpakken, maar het is ook wel spannend. Oké.
En wat kon je ons vertellen over de beheerpakketten waar je nu staat? Ja, is goed. Ik zal net als voor de andere leefgebieden zo pas weer een lijstje doorlopen. Bestaande pakket blijven. Daar beginnen we mee. Het pakket Stoppeland wordt wel aangevuld met wat andere type gewasresten of stoppels. Zoals aardappelstoppel of vezelhennep. Wintervoedselakker blijft ook gewoon de wintervoedselakker. Maar we zien wel dat daar vaak na een paar jaar veel onkruid ontstaat. Dus ja, de voorkeur is echt wel om dat pakket te roleren. En ook al zaai hem opnieuw in ieder jaar, je ziet toch een toename van onkruid. En ook de oproep bij wintervoedselakker om die niet te groot te maken. Je ziet voor het functioneren in het landschap is het belangrijk dat ze liever een paar kleintjes dan één grote. Voor vogelakker hebben we al discussie gehad van ja, die is eigenlijk alleen effectief als hij ergens meerdere jaren ligt. 10 jaar, maar wel een jaar of 3. En daarom willen we gaan werken met eigenlijk een variant die voor de meerjarig is, zeg maar, die dus meerdere jaren op één plek ligt. Maar dan voor het laatste jaar, als die opgeschoond wordt en het perceel weer meegaat in de roulatie, dat je daar een andere variant voor hebt. Nou, bouwland voor hamsters, dat is ook eentje waar we nog goed moeten kijken naar data bijstellen. Dat is nu eentje die vaak het hele jaar er ligt. Maar dan loop je weer een beetje tegen de grenzen van het stelsel aan op het moment dat je die beheerpakketten gaat vernieuwen, opnieuw gaat inzaaien. Dus dan moeten we even goed praktisch maken dat de kwaliteit goed blijft, maar dat je hem wel kan vernieuwen en niet bij controles op de vingers getikt wordt. Terwijl het beheer wel voldoende gewoon oké is, zeg maar. Dus dat heeft verder geen inboeting op kwaliteit, maar wel op uitvoerbaarheid. Kruidenrijke akker, dat pakket komt gewoon terug. Maar het moet een kruidenrijke akker zijn, dus we hebben daar ook kruiden aan toegevoegd. Die stonden nu niet in de beheervoorschriften. En de kruidenrijke akkerrand, daar komen een aantal nieuwe varianten op. Zal ik zo uitleggen. De bufferzone heb ik al genoemd. En wat we hierbij ook de discussie over het maaien van akkerranden, dat willen we ook binnen die pilots doelgericht aanbod B. Kijken of we de controles kunnen ondersteunen of vereenvoudigen met een geotagde foto. Waarbij dus wordt helder maken dat het beheer wel wordt uitgevoerd, maar dat het toch nodig is om soms stukjes met onkruid of zware gewassen te maaien. Dus dat komt ook in die pilot terug. Een aantal pakketten hebben we wat aangepast. Nou, dat zei ik net al, hè. Het legselbeheer op bouwland wordt een afzonderlijk pakket. We vinden het wel belangrijk dat die rust op tijd begint, omdat daar vooral de kievit broedt. En ja, dat is gewoon een vroege vogel, dus dan wil je wel dat er op tijd rust afgedwongen wordt en past. En de akkerrand worden meerdere varianten. We doen ze niet meer op basis van breedte. Nu hadden we volgens mij wel 10 pakketten met elke keer een paar metertjes erbij. Je kan nog steeds akkerranden in Scangeers intekenen met een bepaalde breedte, maar dat kan je in Scangeers invullen. En dan hoeven we niet iedere maat als aparte variant in de administratie te hebben. En we hebben een aantal nieuwe pakketten geformuleerd, namelijk het bloemenblok. Dat is een forse maatregel, meerjarig, waarvan ieder jaar de helft wordt vernieuwd. Zodat je echt een mooi vast element in het landschap hebt voor akkervogels. Met die drie factoren, die Jochem zei, de dekking, voedsel en plekken om je voor te planten. Een maatregel die we nu ook al wel her en der uitvoeren, maar om dat toch ook meer een eigen plek te geven, is de kevenbank. Wat hier nog een discussie is dat je daar eigenlijk wel echt zo'n kale strook naast de kevenbank nodig hebt. Dat botst nu met de voorwaarden vanuit de conditionaliteit, dat je bodem bedekt moet houden, ook in de zomer, met name in de zomer. Dus daar hebben we wel een uitzondering op nodig. Hetzelfde geldt een beetje voor de kievietrand, een maatregel die we ook heel graag willen uitrollen. Niet alleen via de achterdeur, maar ook via de voordeur. Ook daarbij is de definitie van groene braak is hierbij heel belangrijk. Dat je wel een spontane, ijle vegetatie kan hebben, die misschien niet helemaal bedekkend is. En wat ik al eerder noemde, die verbrede bufferstrook als variant op beheerpakketten voor open akker. Ja, ik heb wat vragen hier in de chat. De eerste vraag is een verduidelijkende vraag.
Wat bedoel je met kruiden toevoegen aan pakketten kruidenrijke akker? Nou, de kruidenrijke akker die had nu als beheereis dat er granen groeiden. Of een, volgens mij een bepaald van gewas bladrammenas, denk ik. Maar in kruidenrijke akkers groeien natuurlijk ook vaak kruiden. En ja, die horen erbij. Dus die staan nu ook gewoon in dat je of spontaan opgekomen kruiden of een goed passend kruidenmengsel meezaait in het gewas. Het moet geen veld vol bloemen worden. Doe dan een bloemenblok. Maar wel als onderdeel van het mengsel. Ja. Ja. Iemand vraagt, is het pakket vogelgraan vervallen? Nee, heb ik die niet in het lijstje staan? Nee, ik heb ook even gekeken. Die staat er niet bij, maar die blijft. Goeie vraag. Ja, zeker. Ja. Dan een praktische vraag. Hoe ziet het tijdspad voor akkerpakketten eruit? Iemand zegt, eind augustus gaan we koolzaad zaaien en wintertorwe zaaizaad bestellen. En dan is het bouwplan al ingevuld. Ja. Hoe... ja, ik heb zo de planning nog, maar kijk, deze lijst, ik kan er wel vast zeggen, iets daarover. We hebben nu al in concept, zeg maar, de beheerpakketten opgesteld. We gaan nog één slag ook met een aantal experts daarover doen. En die tarieven moeten dus nog, denk ik in de loop van april, dat duidelijker wordt. Wat je in ieder geval wel ziet, is dat de vergoedingen gaan omhoog. Dus het is een beetje van wat je precies aan detail nodig hebt voor je deelnemers om op pad te kunnen gaan. Dus dan denk ik dat we eind maart de lijst nog meer definitief hebben. En in april dan de tarieven erbij. Dus dan heb je mei, juni om het de bouwplan vast te stellen. Of om met je deelnemers in gesprek te gaan. En kijk, je houdt natuurlijk wel toch een beetje die eco-regeling, dat zevende actieprogramma nitraat, ben ik ook benieuwd. Wanneer definitieve keuzes gemaakt worden, hè, voor bouwplan en daarnaast ecoregeling of ANLB. Misschien dat het dit jaar allemaal wat later wordt. Maar... Ja. We doen ons best om zo snel mogelijk dit wel gereed te hebben. Het heeft echt prioriteit. Ja. Ja. Oké, laatste vraag over open akker. Eigenlijk twee die ik eventjes combineer. Die maatregel bloemenblok, daar zeggen mensen van, nou, die zou ik wel in andere leefgebieden ook willen kunnen toepassen, zoals droog door aandering. Ja. Gaat dat ook kunnen lukken op basis van de koppeltabel? Ja hoor. Nou, wat een goed nieuws. Ja, ja, heel veel maatregelen en activiteiten kan je in meerdere leefgebieden inzetten. En zeker droog door adering, net als de kruidrijke akker of akkerranden, die passen daar gewoon heel goed in. Ja. Oké. Dan denk ik dat we door moeten naar open grasland. Wederom met een filmpje. Een verstild beeld is dit. Als je goed kijkt, zie je hem lopen. Goedemorgen, mijn naam is Kees Zitkamp. Ik werk bij Vogelbescherming Nederland. Ik bevind mij op dit moment niet in Nederland, maar wel bij een van de betere weidevogelgebieden bij mij in de buurt. En we kunnen wel zien, van, het is daar op dit moment heel anders als in Nederland. We hebben ons de laatste tijd bezig gehouden ook met de herziening van het ANLB naar een nieuw stelsel. En daar kwamen natuurlijk een aantal dingen naar boven die wij als vogelbescherming dus eigenlijk graag terug zouden willen zien in het nieuwe stelsel. En wat we natuurlijk ook wel geconstateerd hebben, is dat er zowel natuurlijk eigenlijk ook vanuit de optiek van de landbouw als ook van weidevogels, dat er nog wat problemen zijn dat aan het eind van de rustperiode het gewas wat op het land staat veel te zwaar is. Nou, dat heeft natuurlijk gewoon een... brengt de kans op vervilting met zich mee. Het gras kan gaan legen, het kan gaan verrotten. Dus landbouwkundig kun je er niet heel veel mee. Maar het zorgt er dus eigenlijk ook voor dat jonge weidevogels, dat die moeilijk aan het voedsel kunnen komen, omdat het deels onbereikbaar is. En dat het ze ook heel veel energie kost om dat voedsel dus eigenlijk gewoon bij elkaar te halen. Daarom zouden wij het meest zien in een soort met vorm van beheer, waarbij dus eigenlijk gewoon de voorjaarsbemesting uitgesloten is en waarbij dat eigenlijk gecombineerd wordt met een hoogwaterpeil. Zoals bijvoorbeeld een pakket wat uitgaat van geen veldwerkzaamheden vanaf 1 januari tot met het einde van de rustperiode in combinatie met dat hoogwaterpeil. We hopen dat dat dus eigenlijk ook gewoon terug te vinden zal zijn in het nieuwe stelsel en dat het in ieder geval dus ook een pakket is wat ook qua vergoeding uitdagend genoeg is voor boeren om in ieder geval serieus na te denken of het in te passen is in hun bedrijfsvoering.
Nou, tijdens de discussies over de nieuwe pakketten of over de bestaande pakketten waren er ook wel wat vraagtekens. We hebben bijvoorbeeld nu ook wel eens wat vraagtekens bij de voorweidepakketten. We hebben eerlijk gezegd geen idee of deze echt nou wel een reële bijdrage leveren. En daarom zou het voor ons ook wel eens een keer goed zijn als iemand er eens een keer serieus naar gaat kijken in hoeverre dat deze nou dus eigenlijk ook gewoon echt wel effectief zijn. Nou, legselbeheer, dat zouden wij graag zien als een normaal onderdeel van de agrarische bedrijfsvoering. En net zo goed als je in een woonwijk oplet voor overstekende honden, katten, kinderen en oudere mensen, doe je dat in een weiland natuurlijk gewoon ook. Het is gewoon een normaal gevalletje van zorgplicht. Dank wel. Oké, dat was ons laatste filmpje van vandaag. En ook de laatste keer dat ik jou deze vraag ga stellen, Willemien. Want wat hebben we in dit leefgebied wel en niet meegenomen? Uit de sessies. Ja, nou, Kees noemde het al een beetje. De discussie over beweiding, voorweiden, dat is eentje waar we lang over doorgesproken hebben. En we hebben ook gezocht, nou kunnen we dat nu echt verwerken in het AMLB, in nieuwe pakketten. En nou, wat Kees ook al een beetje zei, van we hadden... Het was lastig om daar echt handen en voeten aan te geven, vooral qua onderbouwing. We zagen wel een recent rapport van het Louis Wolk Instituut naar beweiding en weidevogels. En daar zie je eigenlijk ook, nou ja, als je naar de resultaten kijkt, zie je het nog niet helemaal terug, dat dat ook, hoe dat effectief vertaald kan worden naar een pakket met een goede onderbouwing. En tegelijkertijd zien we wel de wens daar ook voor. Dus nou ja, het zou heel mooi zijn als we daar toch nog wat meer data over hebben, hoe dat stimulerend kan werken. En tegelijk zien we ook in de ecoregeling, die biedt wel mogelijkheden om ook eigenlijk een hele generieke landbouwmaatregel als het stimuleren van beweiding, het verlengd weiden, wordt daar ook meegenomen. Dus hopen toch dat voor de weidevogels uiteindelijk die twee samen, ecoregeling en ALB, wel leiden tot, als het wel een positief effect heeft, het leidt sowieso tot meer variatie, daar meegenomen wordt. En ook hier hebben we eigenlijk weer vooral gekeken naar, ook naar die aanvullende voorschriften en adviezen, het sturen op mozaïeken. De discussie rondom dat beweiden komt ook heel erg voort vanuit de observatie dat veel grasland met een rustperiode, met uitgesteld maaien, heel zwaar is aan het einde van het seizoen. En dat heeft deels ook met mesting te maken. Dus vandaar toch ook het advies om niet voor het groeiseizoen te bemesten. Dan krijg je misschien wel minder grasgroei, minder droge stof, maar naar verwachting wel een beter gewas. Ook landbouwkundig nog meer te benutten. Dus hopelijk dat we daarmee toch de kwaliteit voor boeren en vogels verbeteren. En wat nieuw is, is dat we ook predatierasters kunnen gaan. Het onderhoud van het beheer van predatierasters binnen open grasland, dat geldt ook voor open akker trouwens, kunnen vergoeden. Dus dat komt er wel bij. Zal ik de beheerpakketten doorlopen? Ja, doe maar. Ik zie wel wat vragen binnenkomen, maar we hebben straks weer een vragenblokje. Ja, dus. Ja. De bestaande pakketten blijven in open grasland. Die grasland met rustperiode, maar dan wel als aanvullende voorschrift, advies om niet te bemesten voor rust. Kuikenvelden blijven. De plasras blijft. We gaan geen onderscheid meer maken tussen greppelplasras of volveld. De beheereisen zijn hetzelfde, dus dat is gewoon het maatwerk wat je zelf als collectief kan invullen zonder allerlei administratief onderscheid wat geen betekenis heeft. Het intekenen gaan we nog weer met de NVWA over in discussie. Plasras blijft gewoon een productief graslandpakket, geen landschap. Legselbeheer blijft, maar bouwland wordt dus een apart pakket. Kruidrijk grasland blijft en we gaan in kruidrijk grasland wel ook wat meer inzoomen op zeg maar, de kwaliteit van de vegetatie, van welke soorten heb je daar nu, hoe kan je goed toewerken naar een kwalitatief goed kruidrijk grasland. Het extensieve weiden blijft, ruig mest blijft, hoogwaterpeil voor weidevogels blijft. Wat hier ook gaat veranderen is dat je daar niet meer aangeeft hoeveel de pijl verschilt, of in je contract zeg maar. Nee, je geeft nog wel aan hoeveel het hoger of lager is dan het omgevende pijl, omringende pijl. Maar dat moet in een vergunning staan, wat nu ook eigenlijk al in, denk ik, 99% van de gevallen is, dat je een vergunning van het waterschap moet hebben. En die vergunning die wordt gecontroleerd, wordt niet meer in het veld gecontroleerd.
En we gaan hier nog meer benadrukken dat dit gecombineerd wordt met andere pakketten. De Zwarte Stern vlotjes blijven. En ook ontwikkeling van kruidenrijk grasland blijft. En ook daarin gaan we nog wel wat in de aanvullende voorschriften schaven. En ook in hoe het beschreven is. Omdat het vaak als een complex pakket gezien wordt. En dat is het misschien in eerste instantie, eerste blik ook wel. Maar deze houden we ook in de lucht. En gaan we ook nog goed naar die tarieven kijken. Oké. Ja, dat zijn ze zo'n beetje. Ja, ik heb hier wat verduidelijkende vragen. Wat betekent verlengd weiden? Dan moet je even naar de ecoregeling kijken. Okay. Ja, dat is een ecoregeling. Dus, en daarin staat hij als maatregel. Hè. Volgens mij vorige week was ook een presentatie van RVO over de ecoregeling. Waarin ook aangegeven is dat er meerdere gradaties zijn in het verlengd weiden. Dus nou, je kan je iets bij voorstellen dat je een soort basis hebt. En als je meer doet, dat je daar meer voor beloond wordt. Okay. En dan een andere vraag over... Verduidelijking, onderhoud van predatierasters. Zijn dat dan alleen gebiedsrasters of ook individuele rasters, zoals bijvoorbeeld wulpenrasters? Ja, ook wulpenrasters. Want het is zo beschreven in die koppeltabel dat je ook die details aangeeft voor welke soort het is. En, dus dat kan voor meerdere doelen zijn. Inderdaad, het kan om een heel mozaïek zijn, hè, van het plasdras als kern met daaromheen kruidrijk grasland en andere vormen van beheer. Dat doen collectieven. Dan zit het vaak meer in de slotendraster. Maar er zijn ook inderdaad voor de wulp of op akkerbeheer voor de gouden kiekendief. Is dat ook, ja. Oké. Okay. Ik zie ook wat meerdere opmerkingen over niet bemesten voor rustperiode. Iemand zegt, je zou eigenlijk liever wel ruigmestbemesting moeten toestaan. Wat denk je daarvan? Nee, ook ruigmest geeft natuurlijk voeding. Het komt wel langzamer vrij dan... Dan drijfmest of kunstmest. Maar het blijft wel voeding voor het gras. Dus ja. Nou, ik kan me voorstellen dat het in sommige percelen best wel nuttig is. Maar voor de weidevogels, nou, hoef je dat niet jaarlijks te doen. En iemand anders zegt, is niet bemesten voor een rustperiode dan dus een advies of een verplichting? Ik zou gaan voor het laatste, zegt die persoon. Ja. Het zou mooi zijn om een verplichting te maken, maar we willen wel vasthouden aan de systematiek van het ANLB. Dat je echte dingen in de beheer eisen zet die ook in de koppeltabel staan en waar je een vergoeding voor kan geven. Op het moment dat je extra verplichtingen oplegt en echt beheer eisen of dingen eist, moet daar ook een vergoeding tegenover staan. En ja, het is jammer, maar die zit niet in de koppeltabel. Dus vandaar dat we het als... een dringend advies doen. En wat ik zei, soms kan er toch ook maatwerk nodig zijn om dat je misschien wel ruigmest uitreedt. Ja. Nog wat meer bemestingsvragen. Even kijken. Kan het afzien van voorjaarsbemesting in welk pakket dan ook beloond worden vanuit de basistarief voor desbetreffende pakketten? Dus een hoger tarief voor een desbetreffend pakket. Ja, het antwoord heb ik eigenlijk net gegeven. Mm-hmm. Van we hebben nu de vergoeding kruidrijk grasland of het werken met indicatorsoorten. Daar zit die vergoeding ergens al in, dat je een veel lagere opbrengst hebt. Maar er zit niet iets in van wanneer, op welk moment je die bemesting dan geeft. Oké. En kunnen legselbeheer en ruigmest vanaf 2023 ook cumuleren? Legselbeheer en ruigmest. Ja, dat is een goeie. Die kan nu niet cumuleren, inderdaad. In theorie zou dat wel kunnen. Volgens mij hebben we hem nu uitgesloten met het idee van... we willen die ruigmest cumuleren met die pakketten waar het meest effectief is. En legselbeheer is vaak al toch enigszins reguliere landbouw. Dus de vraag is wat daar de extra toevoeging van ruigmest belonen is. Omdat je daar vaak ook ruimschoots drijfmest of eventueel kunstmest uiteindelijk toch gaat uitrijden. Dus... de vraag is of dat echt ecologische meerwaarde oplevert. Okay. Dat is wel een vraag die je aan jezelf moet stellen. In theorie zou het kunnen, maar levert het ook echt meer op? Of ben je dan eigenlijk ook terughoudender met drijfmest en kunstmest? En dan is het wel een mooie toevoeging. Ja, oké, dan sluiten we de vraag over open grasland nu eventjes af. Want we gaan naar het laatste stukje en dat is eigenlijk de volgende stappen in dit proces. Ja. En dan hebben we daarna nog één keer de gelegenheid voor vragen over van alles en nog wat. Dus zet ze alvast in de chat als je ze hebt.
En dan komen we langzaam aan het einde van deze workshop. Ja, nou, wat ook wel in de vragen terugkwam, hè, van hoe gaat het nu verder en wanneer kunnen wij aan de slag? Want onze boeren willen keuzes maken. Nou, de volgende stap is dus dat we de teksten, wat jullie gewend zijn, dat overzichtbeheerpakket, dat we dat definitief maken. In overleg met nog experts en ook checks bij collectieven. En nou, wat we al vaker zeggen, van heb je hier vragen of opmerkingen of vooral ook goede ideeën over? Deel ze gewoon. En we gaan nu aan het werk voor de pakketten voor 23. En het blijft natuurlijk dan niet in beton gegoten, dus je kan, als het nodig is, ook nog weer aanpassingen maken. We gaan dat overzicht, zeg maar, dat proces en wat is al zeker en wat is nog niet zeker, houden we jullie op de hoogte via intranet. Er komt natuurlijk nog, waar we het nu niet zo heel veel over hebben gehad, maar wel een belangrijke stap is om het ook nog door dat trechtertje van de controleerbaarheid en dat het past bij het stelsel en de tarieven, daar moet het ook nog doorheen. Zodat jullie de komende tijd op tijd aan de slag kunnen met het communiceren met de deelnemers. Wat blijft hetzelfde? Waar zijn de wijzigingen? Het nieuwe leefgebied klimaat introduceren. En het streven is dus om in april die tarieven duidelijk te hebben. En natuurlijk de relatie met de ecoregeling en conditionaliteit. Dat moet ook uitgekristalliseerd worden. Dat is een traject wat hiernaast loopt. De komende tijd gaat die praktijktoets lopen. Ik weet niet precies, vraag dat anders ook bij RVO na vanmiddag in dat webinar. Ze komen ook met een simulatietool waarbij deelnemers ook aan de slag kunnen om te kijken hoe de ecoregeling op hun bedrijf uitpast en of het dan wel of niet gecombineerd wordt met AMLB. En volgens mij die simulatietool die moet ook ergens in juni beschikbaar komen en uitgeprobeerd kunnen worden door deelnemers of samen met collectieven. Dus dat zijn een beetje de komende stappen. Oh ja, en dus, nou, vanmiddag dus dat webinar nog met de RVO, of van RVO. En komende vrijdagochtend voor collectieven nog een sessie met Aart Mulders van LNV in Nijkerk. Ja, oké. Dan is nu jullie laatste kans om nog wat vragen te stellen in de chat. Ik zie hier nog één vraag alvast. En dat is of de datum voor het uitrijden van Ruige Mest nu gekoppeld gaat worden aan de RVO-uitrijperiode. Ja, dat is ook een bekende vraag. Dat is ook eentje die we meegenomen hebben in de zienswijze van Boeren Natuur naar het NSP. En het is afwachten welke reactie daarop komt. Dus wij stellen helaas niet zelf die datum vast, maar we hebben het wel echt heel duidelijk aangegeven dat dat wenselijk is. Ik zie nog wat opmerkingen, maar dat is meer naar elkaar toe. Ik denk dat wij gewoon gaan afsluiten, want het is kort over 11, dus we zijn al een kwartier uitgelopen. Veel dank voor jullie betrokkenheid. Wil jij nog wat afsluitende woorden zeggen, Willemien? Ja, ik hoop dat het een beetje licht heeft kunnen werpen op wat er zoal gaat veranderen, maar ook wat heel veel wat hetzelfde blijft. En dat we hopelijk, wat ik echt hoop, wat we hiermee kunnen bereiken, is dat je, als we straks over 2 jaar terugkijken naar deze periode en naar de overgang van 2022 naar 2023, dat we niet zo'n dip krijgen in het beheer, maar dat het gewoon lekker doorgroeit, zoals we ook de afgelopen jaren gegroeid hebben. Deels hangt het van budgetten af, maar ik voel ook wel het belang van op tijd dit verhaal af te hebben. En tegelijkertijd ook te werken aan het goede ecologische beheer. Dus Oké. Nou, dank jullie wel. En veel plezier bij de andere workshops.